ongelooflijk, vliegt de tijd voorbij. 14 dagen zijn zover aan. En mooie gast natuurlijk aan tafel. Henk Wijngaard, lang geleden trouwens. Ja, Frank van Etten, hoe is hij? Goed. Ook een tijdje geleden, dat is wel een tijdje geleden. Dat is een hele tijd geleden, ja. Oh, alles wel? Alles wel. Gelukkig. We gaan los met Henk. Ja, nou ja, we hebben een heerlijk jaar achter de rug, mooi afgesloten. Ja. De verhuizing waar we het verleden jaar over hadden, van het ene bureau naar het andere bureau, dat is een mega succes geworden. Ja, dat is ongelooflijk. Die jongens, wat ik leuk vind ook, je wordt gebeld hè, vrijdags, het weekend even doornemen. Daar en daar moet je naartoe, ja, zijn er nog vragen over? Ik vind dat super. Ik bedoel, het hoeft niet, maar ik vind het wel leuk, het idee. En smaandags het telefoontje heen, hoe is het weekend gegaan? Ik vind dat super, dat heb ik vroeger nooit gehad. Je hebt rust. Ja, je hebt rust en ik weet dat het goed is. En financieel is het ook, loopt het ook allemaal zo als het behoort te lopen. Ik weet nu ook, als er wat binnenkomt, waar het vandaan komt. Vroeger werd er gewoon een partij geld gestort. Je wist niet waar het van was. Makkelijk. Nee, maar dan moet ik het allemaal weer uitzoeken. En dan moet je het eind van het jaar moet je gaan zoeken. Wat is er wel? Nee, dat vind ik niks. Ik heb nu gewoon een eigen bedrijf. Ik ben ZZP'er geworden. En dat is super. Ja, dat raad ik ieder artiest aan. Als je zelf factureren. Ja. Je agenda ook zo bekijkt. Ongelooflijk. Ja. Verdriedubbeld. Ja. Hoeveel optredens heb je ongeveer gemiddeld per jaar? Nou, ik had verleden jaar 120. 120, en dat vind ik eigenlijk een beetje te veel. Als ik eerlijk ben. Ik mag wel een beetje rustig. Nou, maar ik kan ook. Ja, maar luister, ja, maar ik kan moeilijk zeggen. Ik ken een collega die zei dat. Ik wil zondags niet meer optreden. Opeens gingen alle discotheken over naar de zondag. Dus was al vrijdag, zaterdag niks. Dus zat hij de hele weekend vrij thuis. Hè. Dus dat werkt niet. Je kunt ook niet zeggen. Ik wil die op die dag. Ik ben artiest. En ik heb hiervoor gekozen. Nou, en ik heb wel een dagje dat vrij willen. Oudjaarsavond wil ik eigenlijk wel vrij houden. Maar 2014. We zitten nu halverwege 2014. Wat gaat het voor jou betekenen? Wat ga je nog iets speciaals doen? Nou, er gaan heel veel leuke dingen gaan er gebeuren. Ik weet dus nu ook, ik ben aan het rotzooien geweest. Gewoon eventjes globaal en een beetje grof gesproken over het artiestenvak. Wat ik trouwens, moet even een compliment maken aan het Groningse festival wat geweest. Het Stadfestival met Boudewijn de Groot. Hebben jullie dat meegekregen, dat concert wat er geweest is? Ja, er wordt dus in Nederland wordt er geslagen op oude artiesten. En dus nou voor het eerst iemand geweest die gezegd heeft, je mag oud zijn als schilder, je mag oud zijn als schrijver, je mag oud zijn als fotograaf, je mag overal over zijn. Maar oude artiesten, zangers, dat kan niet. Dus dat is nu eigenlijk binnen eerst een keer, ik vind dat wel een klein doorbraakje. Wat heeft nou het zingen nou met leeftijd te maken? Weet je wat ik zo knap vond? Frank Sinatra, 82, die trok heel Las Vegas naar ondersteboven. Een jaar later ging hij dood, maar dat is een ander verhaal. Maar goed, dat geeft maar aan. Leeftijd heeft niks te maken. Dat zie je in Nederland wel gebeuren. In Duitsland zie je dat natuurlijk een stuk minder. Ja. Of ben je ook een presentator, sta je op de 80, sta je nou een tv-programma te presenteren? Ik vind het toch erg in Nederland mensen uitgerangeerd worden als ze boven de 40 komen. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar goed. Jij bent een 48, Henk? Nou, dus je hebt 8 jaar dat gedonnen. Nee, 76. Oh nee, toch 67. Je hebt een nieuwe plaat gemaakt. Vertel eens wat over. Nou, de verandering die ik dus eigenlijk heb ingevoerd heb, is dat ik laat het nu een klein beetje aan de mensen om mij heen. Laat ik het aan die lui laat ik het over. Die kiezen nou wat materiaal voor me en ik ben er blij mee. Het loopt hartstikke mooi. Maar mijn hart ligt natuurlijk altijd nog bij het troubadour. Hè. Ik zeg wel eens, met een beetje misschien onbegrijpelijk voor buitenstaander, artiest. Nee, ik ben een troubadour. En een troubadour is in mijn ogen niet iemand die mooi staat te wezen op een podium en mooi liedje van Jan en allemaal staat te zingen. Maar een troubadour, in mijn zin, thuis schrijf ik een liedje. Dat zet ik met mijn gitaar in elkaar, daar maak ik een mooi liedje van, dat breng ik à la publiek. Dat later op een cd wordt gezet, dan is dan weer commercieel. Maar goed, dan, op dat moment word je dan automatisch artiest. Maar het troubadour zijn is toch wel thuis zitten, je gitaar pakken en leuke liedjes maken. En dat heb ik lang niet gedaan. En ik heb nu ontzettend veel leuke dingen in mijn hoofd en ook leuke dingen thuis liggen. En 2014 kon wel eens weer een heel productief jaar worden voor mij. Ik ben benieuwd. Hou je in de gaten, Henk. Is goed, joh. Zal je even zelf je eigen videoclip kunnen aankondigen? Jongens en wichten, dames en heren, hier komt hij dan. Kleinkinderen. Wat geleden op een zondag. Mijn dochter belde en ze klonk heel blij. Ze zei vol trots: papa, je wordt opa. Het
voelde vreemd, het paste niet bij mij. Ik moest er weer een tijdje echt aan wennen. Een ander leven voor mijn eigen meid. Toch kon ik heel snel meegaan in haar blijdschap. En nu wil ik ze nooit, nee, nooit meer kwijt. Kleinkinderen, is het mooiste kleinkinderen. Heel bijzonder, ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor uit. Kleinkinderen, om te dromen mogen dan ook altijd komen, maar het allermooiste is, je geeft ze ook weer af. Ze gaan het liefst met opa naar de speeltuin. Op beestjes kijken op de boerderij. En als ik dan eens zeg, pas op, dat mag niet. Maar kijk ik in hun ogen, ben ik weer blij. De kamer en de keuken zijn hun speelplaats. De hele keet staat s'avonds op zijn kop. Toch kan ik mij er niet zo druk om maken. Wat hou ik van die kleine apenkop. Kleinkinderen, is het mooiste kleinkinderen. Heel bijzonder, ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor uit. Kleinkinderen, om te dromen mogen dan ook altijd komen, maar het allermooiste is, je geeft ze ook weer af. Ik heb de liefste vrouw op heel de wereld. Het leven met mijn kinderen is een feest. Maar van die lieve kleine druktemakers hou ik toch wel echt het allermeest. Kleinkinderen, is het mooiste kleinkinderen. Heel bijzonder, ik ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor uit. Kleinkinderen, is het mooiste kleinkinderen. Heel bijzonder, ik ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor uit. Kleinkinderen, om te dromen mogen dan ook altijd komen, maar het allermooiste is, je geeft ze ook weer af. Kleinkinderen, is het mooiste kleinkinderen. Heel bijzonder, ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor uit. Kleinkinderen, om te dromen mogen dan ook altijd komen, maar het allermooiste is, je geeft ze ook weer af. Wauw, Henk. Henk, kleinkinderen. Geweldig, hè? Ja, realistisch, hè? Ja. Precies zoals het is. En af en toe zit er ook een heel leuk stukje. En vooral dat verhaal van, kijk ik ze even boos aan, weet je. Maar kijk ik in hun ogen, ben ik weer blij. Een kind kan je zo vertederend aankijken. Zo van, zo doe je dat, schuil er nou mee uit, weet je. Och, ja. En dan ben je al gelijk weer weg. Nou, ja. Dit is eigenlijk weer Henk Weijgaard op en top. Nou ja, het liedje past natuurlijk helemaal bij mijn leeftijd en ook bij het gebeuren. Ik vergeet nooit dat iemand zei, hé, je dochter aan de telefoon. Ik zeg, hi pap. Ja, hi Monique. Hi, je bent opa. Het is precies zoals ik het nu zeg. En het is ook precies zoals het liedje staat. En die kindertjes die met de hele tent op de kop zetten. Thuis hebben we een speciale kast voor mijn kleinkinderen. Hè? Speciale kast. Die eerste wat ze doen is, hup, die deuren open. Bap, al die bakken eruit. Hup, de hele rosso de kamer in. Zop. Ja, maar dat heeft, jongens, laten we eerlijk zijn. Daarvoor heb je ze. En geloof me nou, we hebben een kamer niet voor mooie. Natuurlijk is dat netjes. Maar mevrouw houdt het netjes. Dat niet, maar dat die kindertjes er zijn. Dan moet je ze laten spelen. Dan zo'n rollenbollen. Kinderen vrijheid. Hè. Opa en oma mag televisie erbij aan. Ja, televisie overdag ben je onnooit aan. Maar die televisie aan. Nou mag het wel. Nou mag alles. Frank van Etten. Ja. Ooit begon natuurlijk met leven als je gewoon de lach als een clown. Maar in principe eigenlijk nou weer een hit te pakken. Nou ja, een hit. Ja. Ik moet je zeggen dat ik de laatste 2 jaar wel lekker bezig ben. Ja. Ja. Met een behoorlijke structuur in mijn carrière en goede mensen om me heen weten te verzamelen. Ik werd ook een beetje stil, want ik kreeg deze plaat te horen. Ik denk, hé, dit is een bijzonder nummer. Ja. Je komt niet altijd op zo'n idee om zo'n plaat te maken. Nee. En toen vertelde je me eigenlijk, want ik had je kort geleden aan de telefoon. Ja. En toen zeg je tegen mij,
ik heb iets met deze nummer. Deze plaat gaat ergens over. Die heb ik eigenlijk voor iemand geschreven. Ja. En voor wie heb je die geschreven eigenlijk? Want het is, nou, ik hou het in het midden voor wie het is. Maar voor iemand die dicht bij mij staat. Ja. Die had alles. Een leuke vrouw, een mooi kind. Prachtig huis. Had een goede baan. Ja. En is helemaal afgegleden. Door drugsgebruik. En bij mij in Apeldoorn, vlak om de hoek, woont Ali Bakker. Hij schrijft heel veel liedjes voor artiesten. En ik ben met Ali in contact gekomen en ik ga hartstikke leuk om met Ali. Een beetje vriendschappelijk en gewoon leuk. En toen hadden we een feestje, volgens mij van mijn vrouw, achter in mijn tuin. En toen zei ik tegen Ali, ik zeg, dit is er aan de hand. Ik zei, zou je niet eens kunnen kijken of je daar een liedje voor kan maken? En de volgende dag, 's ochtends, had ik 3 gemiste oproepen. Dus ik bel Ali en toen zong ze dat liedje. Wat ik nu op de plaat heb gezet, zong zij aan de telefoon voor mij. En ik had echt een brok in mijn keel en eigenlijk nou, echt de tranen in de ogen staan dat ik denk, ja, dat wil ik opnemen. En het moeilijke is natuurlijk altijd dat een, tegenwoordig vraag ik me nog wel eens af of mensen luisteren, omdat het moet altijd met de handjes in de lucht. En het moet altijd in de polonaise. En natuurlijk ben ik ook een zanger die houdt van feest. En overal waar ik kom zorg ik ook dat er feest is. Maar ik hou ook van liedjes met een verhaal. En eigenlijk hou ik alleen maar van liedjes met een verhaal. En jij bent niet meer die man van toen, is ja, echt een verhaal uit mijn eigen leven gegrepen. En dat, ik ben er trots op dat ik dat op een plaat heb mogen zetten. Maar dan heb je een liedje, want ik geloof het geen 5,5 minuut. Duurt het zo'n beetje? Ja, op de clipversie. Ja. En we hebben dus een single edit, die duurt 3 minuten. Zo. Dus daar heb je de refrein er even tussenuit gelaten. En 36.500 keer bekeken op YouTube. Ja, het is toch best wel snel bekeken. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk, de meeste denken, hey, Frank zit hier weer aan tafel. Want je hebt hier natuurlijk heel lang in Groningen gewoond. Ja. Waarvoor ben je naar Apeldoorn gegaan? Nou, ik ben ik werkte bij Lubbers in Oude Pekela. Ja. En ik woonde ook in Nieuwe Pekela. Voor mij 12 jaar hier gewoond, of 13 jaar. Ja. Toen kom ik op een dag thuis, toen zei mijn vader, Frank, nu heb ik het voor je gewonnen, ik heb een tekstschrijver voor je. Dat was Henny Thijssen. En die schreef voor mijn leven als een zigeuner. Maar ik werkte echt 60 uur in de week. Ik was een beetje de bedrijfsleider van de zaak. Ja. En verdiende 900 euro per maand voor me helemaal het schompers te werken. Maar ik had mijn gezin, kon ik goed onderhouden en we waren gelukkig en ik had rust. En dat was allemaal prachtig. Totdat je een hit scoort, dan heb je één heel veel roem, succes en leuke vrouwen voor het podium staan. Ja. Maar, kon je daarmee overweg of niet? Ja, daar kon ik wel mee overweg. Met vrouw, wil ik. Nee, maar weet je, kijk, wat ik zeggen wil is, als je jong bent en je scoort gelijk een hit en je hebt niet de juiste begeleiding om je heen. Dan val je dieper. Dan val je diep. Dus ik ben financieel helemaal naar de kloten gegaan. Sorry voor het woord kloten, maar ik ben zoals ik ben. En ik heb mezelf daar helemaal uit weten te werken. Met hard werken en samen met mijn vrouw rug aan rug staan. En eigenlijk nu jaren later en woon ik nu inmiddels 2,5 jaar in Apeldoorn. Is dat het goede voor je gekomen? Dat je vanaf uit het noorden naar Apeldoorn bent verhuisd? Of zeg je gewoon, ik wil later wel weer terug naar Groningen? Nee, ik wil zeker niet meer terug. Alleen ik moet je wel zeggen, Groningen, daar ligt wel een stukje van mijn hart. Want ik heb hier heel veel feest gevierd en ook heel veel plezier gehad. En ik ken hier ontzettend... Je bent ook geboren, toch? Geboren in Stadskanaal. Ik ken hier uiteindelijk heel veel mensen. Ik moet een hand geven. Ja, allebei in Stadskanaal. In het Ravaia ziekenhuis. Nee, maar ik heb hier heel veel, veel plezier gehad. En er ligt hier natuurlijk ook een stuk van mijn verleden. En dat is niet allemaal erg leuk geweest. Maar ja, uiteindelijk, elk mens gaat een keer op zijn bek. Tuurlijk. Je maakt zelf de keuze om op te staan. En ik heb altijd de keuze gemaakt om op te staan om weer door te lopen. En ja, ben nu weer waar ik ben. Kan elkaar de hand geven. Nou, net zoals kinderen. Je leert lopen en je valt. Ook een paar keer heel diep getuimeld, hoor. Ja, dat is het rare van dit vak. En ik nu ben ik 31. Ik was natuurlijk ook jong en impulsief en keek nergens naar. Toen moest je nou beginnen. Ik bedoel, en nu ben ik jaren verder. Ben ik gewoon heel erg gelukkig met datgene, met mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen. Alles goed op de rit. En ja, mijn carrière gaat ook eigenlijk onvoorstelbaar goed. 2 kinderen heb je toch, Valk? Ja, volgens mij wel. Heel goed. Weet je, het is een speciale clip. Kondig mezelf even aan, want ik heb hem gezien. Ik ben eigenlijk stil, want ik zag hem. Ja. Ik was erg onder de indruk. Dankjewel. Ja, ongelooflijk. Ja, helemaal even. Dankjewel. Ik zie, kondig mezelf aan in de camera. Lieve mensen thuis, mijn nieuwe single, mijn nieuwe clip. Met de hoofdrolspeler Robin Zijlstra van Goede Tijden, Slechte Tijden. Jij bent niet meer die man van toen. En die gaat zo. Leven mooi, het geluk lachte je toe.
en je stralende blik. Vol tevredenheid deed iedereen zo goed. Maar nu ben jij het leven moe. Je was een man van weinig woorden, maar toch ijdel, fier en trots. Je was een toevenlaar voor velen, kon op je bouwen echt een rots. Ja, de allerbeste vrienden, ach wat was het leven goed. Nee, we stonden echt nooit stil bij wat er ooit gebeuren kon. Maar toen sloeg het noodlot toe, nog harder als een bom. En jij veranderde op slag. Vanaf die ene droeve dag. Jij bent niet meer die man van toen. Dat mooie mens is verdwenen. We kunnen jou niet meer vertrouwen. Niet op je bouwen, van je houden. Want je laat ons niet meer toe. Je doet je ouders veel verdriet. Na wat er van je is geworden, jouw vlucht in drugsbazen wil volgen. Oh, oh, zie je dat dan niet? Je glijdt steeds verder onderuit, ziet geen verschil tussen goed of slecht. Nog iets te maken van je leven. Ach, je hebt het geprobeerd, maar het lukt niet echt. En opgegeven heb je gevecht. Nee, we stonden echt nooit stil bij wat er ooit gebeuren kon. Maar toen sloeg het noodlot toe, nog harder als een bom. En jij veranderde op slag. Vanaf die ene droeve dag. Je bouwen van je houden, want je laat ons niet meer toe. Je doet je ouders veel verdriet. Ze moesten machteloos aanzien. Na wat er van je is geworden, jouw vlucht en drugs staat te verzorgen. Ja, mooi. Wat een mooie clip. Erg veel tijd. Ja, echt. Dankjewel. Zo te zeggen. Ik ben stil. Echt ook een goede toneelspeler ook. Huh? Ja, het zijn acteurs, dus je ziet er altijd weer verschil. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Dat vreemd wel. Als artiest ga je natuurlijk helemaal door het land heen. Van links naar rechts en van zuid naar noord. En van oost naar west. Wat is nou het gekste of het leukste of het minst leukste afgelopen jaren, Frank? Wat je beleefd hebt. Nou ja, het leukste is eigenlijk dat als je hard werkt, dan mis je wel eens de erkenning. Ik zei vroeger altijd, het gaat mij niet om geld. Dat zeg ik tegenwoordig wel, want ik ben wat zakelijker geworden. Maar het leuke is dat mensen je koesteren om wie je bent.
en om wat je kan. En als je dat kan delen met het volk, dat is het mooiste wat er is. Heerlijk. En Henk, mijn mooiste moment. Ja. Arena, 51.000 mensen. En naast mij stond mijn idool. Ga ik je zo vertellen. Oh. Ik kocht op mijn jonge leeftijd, toen ik nog al een beetje gitaar speelde eigenlijk, toen kocht ik mijn allereerste vinyltje. En dat was een liedje van Cliff Richard. En Cliff Richard die had een liedje uit It'll Be Me. Dat was een rock'n'roll nummer. Ik ben nog altijd rock'n'roll, ik vind het geweldig rock'n'roll. Shadows, helemaal te gek in die tijd. Maar Cliff Richard stond naast mij in de arena en we keken elkaar aan. En ik dacht, wauw, dit is ongelooflijk, wat is dit mooi. En ik gaf hem een hand en dit zei ik tegen hem. En ik dacht, ja, wat moet je eigenlijk zeggen? Hij zei, hello, who are you? Ik zei, I'm Henk Weingart. I am the most singing popular truck driver in Holland. Om jezelf maar interessant te maken. En ik kijk maar, wauw, zei hij. Dan zei hij, wauw. En ik rondkijk of er iemand met een fototoestel was. Die was er niet. Maar dat was een moment dat ik nooit meer vergeet. Zowel, nou, als dit geen mooie afsluiter is. Mag jullie vriendelijk bedanken. Want zonder jullie zijn we helemaal niks. Dat is wederzijds. Ja. Kijken, hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot over 14 dagen. En ciao, ciao. Ciao. La la la. La 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 la. Lieve mensen, het is de hoogste tijd. Heb je het bier, de wijn en chips al bij de hand? Het is een cadeau, zo te luisteren naar de radio. De nieuwste songs, ze komen allemaal voorbij. Ja, elke vrijdagavond, van 9 uur tot 10 uur. Dan is het showtime op radio. Zangtalent, bij het groot publiek nog onbekend. In het uurtje Waterloo krijgt iedereen een kans. Is je stem gesmeerd, heb je de luisteraars geïmponeerd. Een gouden toekomst lacht jou nu tegemoet. Ja, elke vrijdagavond van 9 uur tot 10 uur. Dan is het showtime op radio. Zijn oké.